De doosjes die ik gebruik om bestellingen te versturen, kan je heel makkelijk omtoveren in een mini-droogkast. En ik ga je laten zien hoe. Hiervoor heb je niet veel nodig. De doos, twee lange ct-prikkers, aluminiumfolie, huishoudfolie, plakband, een mesje, een schaar en een stuk zwarte stof. Je laat de doos open en de binnenzijde, dit stuk, bekleed je de bodem en de zijkanten met zilverfolie. De randjes heb ik afgeplakt met plakband. Had ik al verteld dat het echt super snel en simpel is, want de onderste helft is nu al klaar. Vervolgens doe je de deksel dicht en teken je een lijn ongeveer 1 à 2 cm van de rand langs de drie zijdes. Zorg dat de doos goed dicht zit, dat snijdt het makkelijkste. En vervolgens ga je dus met je mesje langs deze drie zijdes over de lijn door het karton heen snijden. Aan de bovenzijde, waar ik hier de stippellijn heb getekend, ga je ook met je mesje snijden, maar alleen heel lichtjes en niet erdoorheen, want dit wordt een vouwlijn. De echte deksel van de doos laat je dicht, maar de flap kan je nu openvouwen. En ook deze binnenzijde bekleed je met zilverfolie. Nu die zit, open je de deksel en maak hier aan de binnenkant als een raam een stuk huishoudfolie vast. Als je extra goed de zonkracht wil benutten, dan zorg je dat je ook nog deze binnenkanten met zilverfolie beplakt. En je gaat een stukje stof knippen, zodat als je de deksel dicht doet, dat je nog net een randje zilverfolie om de stof heen kunt zien van bovenaf. De stof met de dubbele laag leg je in het midden. Je plakt hem niet vast, want voor sommige kruiden wil je het niet gebruiken. En vervolgens doe je de deksel dicht. Wat je nu wilt, is dat je zonneklep blijft staan, zodat hij goed het licht op kan vangen. Daarvoor doe je hem dicht en prik je halverwege voor de twee ct-prikkers een gaatje. Ook prik je aan beide kanten, hier en hier, een aantal gaatjes, zodat je je zonneklep op verschillende standen kan openzetten. Wat je nu nog doet, is aan het uiteinde even een dik stukje van plakband maken op de ct-prikker, zodat hij er niet meer doorheen kan schieten. Ook prik je nog een paar kleine gaatjes hier en daar in het plastic. Niet te veel, je kunt altijd later meer toevoegen, want daardoor moet de warme, vochtige lucht eruit kunnen. Natuurlijk mag je hartstikke trots zijn op dit resultaat en mag je mooie eigen naam op je eigen droogkast schrijven. De droogkast zet ik alvast in de zon, zodat hij op kan warmen. En dan ga ik nu kruiden plukken om erin te leggen. Vervolgens open je de doos, vouw je de stof open. Je legt de blaadjes ertussen. Het zwart houdt zometeen extra goed de hitte vast. Dek de blaadjes toe. Wachten tot de kruiden droog zijn. Wil jij nou ook zelf zo'n leuke zonnedroogkast bouwen? Als je bij mij een bestelling doet van maximaal 4 theezakjes, dan krijg je die automatisch in zo'n doosje en heb je zelf binnen de kortste tijd je eigen zonnedroogkast.